lieve mensen. Welkom op mijn paranormale YouTube-kanaal. Ik ben Yvonne Baank, medium, paragnost en healer. Vandaag wil ik het hebben over orbsen. En misschien dat jullie weten wat orbsen zijn en misschien niet. Maar ik ga jullie er alles over vertellen. En ik ga jullie ook foto's laten zien. Orbsen zijn lichtbolletjes op foto's. Nou, fotografen zijn het echt niet met ons eens. Want fotografen zien al die bolletjes als stofjes die in de lucht dwarrelen. Of een stofje op de lens. En met alle verschijnselen die op foto's staan, die ik ervaar als paranormale verschijnselen, die zijn voor een fotograaf nou echt moorden. Daar krijgen ze moordneigingen van. Omdat hun dat zien als een foutje. Ja, nou, maar wij paranormale mensen niet. Wij weten dat die lichtbolletjes entiteiten zijn. Dus overleden dierbaren. Dat kunnen mensen zijn, dat kunnen dieren zijn. Want ik ga jullie eerst even uitleggen van hoe ontstaat nou zo'n bolletje. Op het moment dat wij overlijden, dan geven wij de geest. En wat is de geest? De geest is onze energie. En ik noem de geest altijd de persoonlijkheid, zoals wij op aarde waren. Dat zit allemaal in die energie, dat zit allemaal in die geest. Maar als wij als energie het lichaam verlaten, dan zijn we niet meer dan een lichtbolletje. Een energiebolletje. Het lichaam blijft achter op aarde, dus wij kunnen niet dat lichaam meenemen naar de andere kant. Want die zijn gescheiden. En misschien heb je ook allemaal wel eens gezien, weet je wel, dan zit je in de kamer en dan opeens, dan zie je wat vliegen. En je denkt, nou, het zal wel. Ik heb het verkeerd gezien of ik verbeeld het mij. Maar dat zijn dus die energiebolletjes. Dus overledenen zijn energiebolletjes, niet meer, niet minder. Maar het energiebolletje, dus onze overleden dierbaren, die kunnen wel van die energie gedaantes maken. Dus als je energie bent en je wil je laten zien aan een medium of aan een dierbare op aarde, dan kunnen ze dus het lichaam creëren vanuit die energie, zoals ze op aarde waren. Zodat wij ze herkennen. Want ja, laten we eerlijk zijn, als er allemaal bolletjes vliegen, dan weten we nog niet wie het is. Dus een energiebolletje kan alle gedaantes aannemen. Ik maak even een uitstapje naar kinderen. We hebben allemaal wel eens gehoord dat kinderen, hè, dat als ze naar bed gaan, dat ze zijn bang voor spoken of voor monsters. Ja, en weet je, kinderen, kleine kinderen zijn allemaal nog paranormaal. Die staan allemaal nog dicht bij de andere wereld. En er zijn ook negatieve geesten die dan van hun energie monsters maken of spoken maken. Maar ja, weet je, die horen niet bij ons thuis. Dat zijn geen goede geesten. Want de dierbaren, de mensen en de dieren waar wij van houden en die over zijn, die zullen altijd alleen maar verschijnen in de gedaante zoals ze er op aarde uitzagen. En dan weten wij dus, hé, hey, ik zie mijn opa of ik zie mijn oma. En voor mij als medium kan ik dan heel goed weergeven van, nou, zo en zo ziet iemand eruit. Maar goed, je kan je ook voorstellen dat als zo'n orbs zich heel snel verplaatst en bijvoorbeeld de zon is erachter, dan kan je ook echt een energiestreep zien of een straal. En ze kunnen op allerlei gedaantes op de foto verschijnen. Ik ga jullie ook foto's laten zien. Alleen maar eigen foto's. Ik heb meerdere foto's. Maar er staan ook mensen op. En ja, die ga ik niet zomaar op YouTube knallen. Ik wil wel zo zuiver mogelijk blijven. Dus de foto's die zijn of over mijzelf of door mijzelf gemaakt. Want ik denk als ik er foto's bij doe,
dan hebben jullie er ook een beeld bij wat ik bedoel. En dan kunnen jullie straks zelf gaan kijken op jullie foto's van, hé, wat heb ik allemaal op mijn foto staan? Want weet je wat het is? Meestal maken we foto's en we bekijken ze even, maar we bekijken ze niet goed, we bekijken ze niet grondig. Ik heb door de jaren heen geleerd om heel anders naar de foto te kijken. Als ik een foto zie, dan kijk ik niet zozeer naar wat erop staat. Ik kijk naar de paranormale verschijnselen. En echt, het komt zoveel voor. En dan is het mooi om te zien van waarom heb ik nu dat paranormale verschijnsel? Waarom heb ik nou dat lichtbolletje of die orbs? Waarom heb ik nou die straal? Of, hè? Maar alles heeft een reden. Maar een hele korte uitleg. De mensen die van ons houden, die over zijn, die willen zich gewoon manifesteren, zodat wij ze kunnen waarnemen. Omdat we als mensen die niet paranormaal zijn, kunnen we natuurlijk niet altijd geesten zien of voelen. En ze doen toch hun best om ons te bereiken. En dan is het echt heel gaaf als je dan iemand op je foto hebt staan. Ik ga beginnen met een hele simpele foto. Het was van mijn vorige huis een rolgordijn waar opeens een grote orbs op verscheen. En mocht je een orbs op je foto hebben, dat is zo mooi met het digitale tegenwoordig, dan kan je de foto vergroten en heel vaak zie je er dan toch een gezichtje in of een dierenhoofd. Ja, en dan weet je eigenlijk ook wel van, hey, die of die is bij mij. Dat wordt dan wel heel erg duidelijk. Ja, ik zelf heb wat met honden. En als ik met honden ben, dan verschijnen er heel veel orbsen. De eerste foto die ik me laat zien, die is gewoon bij mij thuis, in mijn vorige huis. En daarna komen er twee foto's bij een vriendin thuis, met haar honden. En er verschijnen ook al die orbsen. Op de eerste foto zie je een hele grote op mijn broek zitten en twee naast mijn grote hond. Nu hebben jullie er een beetje een beeld bij en kunnen jullie het ook gaan herkennen op jullie foto's. Meestal zijn ze wit. En ik heb jullie hele duidelijke foto's laten zien. Maar ik heb ook heel veel foto's waar ze heel licht op staan, heel wazig. Dus kijk goed. Hè, want ze zijn niet altijd even duidelijk. Ik laat jullie nu een foto zien die overduidelijk is. Mijn honden die zijn aan het stoeien en die zijn heel wazig en op de achtergrond. En op de voorgrond zie je heel veel orbsen en in meerdere kleuren.
een fotograaf, die zou gelijk met mij in de klins liggen. Want die zou echt helemaal gek worden van zo'n foto. Wat een slechte foto. Ja, maar ja, ik weet zeker dat alles de bedoeling is. Ik heb ook foto's bijvoorbeeld van mijn honden op de bank. En ik maak een paar foto's achter elkaar. En hun zijn heel wazig en er staan ook weer orpsen op. En een minuut later maak ik op dezelfde plek een foto en toen was de foto helemaal helder. Dus ik heb er ook mee geëxperimenteerd. Want ook ik ben een nuchtere Hollander en ik geloof ook niet altijd gelijk wat ik zie. Ik ben altijd een onderzoeker. Ik wil altijd eerst alles weten, zeker weten, voordat ik er eerst voor mezelf voor uitkom. En dan pas dat naar anderen toe kan vertalen. Dus ja... Dus geloof mij, kijk naar de foto's en geloof het. Maar er zijn natuurlijk veel meer verschijnselen dan alleen maar orpsen. Ook wat ik ook heel veel zie bij mezelf, maar ook bij foto's die ik van anderen krijg, dat er ook vaak lichtstralen op staan. Ja, ik geloof ook niet in toeval, want die lichtstralen, dat zie ik toch echt wel als een teken... Ja, van zeg maar de hoogste bron. Ja, en dan kan het ook de zoninval zijn op je camera en noem het maar op. Nee, als lichtflitsen zo mooi erop staan, dan heeft dat echt een bedoeling. Ik heb ook 3 foto's. Eén zie je een rennend hondje van mij. En die heb ik heel vaak op de foto met een lichtstraal. Maar na die lichtstralen... bleek het dat hij anaalklierkanker had. En doordat ik die stralen zag, wist ik dat het goed zou komen. Hè, dus die tekenen die zijn voor mij ook altijd heel erg belangrijk. Want ik geloof nooit dat ik zomaar zo'n teken krijg. Dat ik 3 foto's achter elkaar krijg met zo'n lichtstraal erop. En dan eentje waar hij op staat. De andere honden waren ook mee, maar die hadden niet zo'n lichtstraal. En die heb ik ook gefotografeerd. He, dus het heeft altijd een teken. Ik ga je ze nu laten zien. En mijn hondje heeft het overleefd. Kijk, nu is hij overleden omdat het al heel lang geleden, dit is al 15, 16 jaar geleden. Maar hij genas. Dus dat ik die lichtstraal voelde als een teken van jongen, jij gaat het redden. Dat klopte dus. Zo mooi. En over geluk gesproken. Ik had een tafel. En... ja, toen ik ging verhuizen naar Hongarije, toen heb ik het meeste verkocht. En ik moest een foto maken van die tafel. Die ga ik jullie ook laten zien. Want het gekke is, normaal doe ik altijd overal veeltjes onder. Dus als ik een kopje thee neerzet, een veeltje. En één keer had ik dat niet gedaan. En daar verscheen een hoefijzer. Ja, ik had natuurlijk de pest in eerste instantie. Want ik denk, goh, ik heb die tafel verknald. En dan later maakte ik een foto. En naast, precies naast dat hoefijzer, verscheen er orpsen. Er zit ook een witte waas bij. Maar die stond niet op de tafel. De tafel was gewoon goed. Hier komt die. Op het moment dat ik deze foto maakte, was ik al bezig met het verhuizen naar Hongarije. En
ik zag dit als teken, het hoefijzer van geluk. En de entiteiten die het goedkeurden. En ik heb hier ook mijn geluk gevonden. Dus, ja, weet je, dan kan je denken van ja, simpele tekenen, je kan overal wat achter zoeken. Maar in de loop van de 23 jaar dat ik dit werk doe, heb ik steeds bevestiging op bevestiging gekregen dat wat ik zag en wat ik daarbij voelde of wat ik daarbij doorkreeg, dat het echt wel hout snee. Dat het echt wel klopt allemaal. Ja, en dat is heel bijzonder. En ik deel dat met jullie, omdat ik het jullie ook gun. Ik gun jullie dat jullie ook zo blij worden van deze tekenen. Dat jullie blij worden van alle signs die je krijgt, die op de foto staan. Omdat als het op de foto staat, dan is het voor ons duidelijk. Het is zo zichtbaar. En ik weet dat onze dierbaren, of gidsen, of engelen, dat hun wel degelijk de moeite nemen om dit voor ons te creëren. Om deze boodschappen, om deze tekenen aan ons door te geven. Zodat het is in your face. So, je ziet het zo duidelijk. Je kan er eigenlijk niet omheen. En dat is gewoon heel waardevol. En ook de foto's worden opeens heel waardevol. Want voor de rest heb ik ook wel foto's gemaakt van de dingen die ik verkocht heb. Maar die heb ik niet bewaard, want er stonden geen orbsen op. Dan denk je, ja, zo'n stomme tafel. Hè? Waarom bewaar je zo'n foto? Maar deze foto is voor mij heel waardevol. Want ja, een mooier teken kan ik niet krijgen. En ook toen ik mijn huisje hier verder opkocht, toen lag er ook, nou, in dat formaat, een roestig hoefijzertje. Ja, dan denk ik, ja, hoe mooi kan het zijn? En ik heb ook een foto van een boom, waar opeens een hele mooie blauwe aura omheen verscheen. Ja, kan je ook wel bedenken van, goh, weet je, die foto's hartstikke fout. Maar ik heb meerdere foto's van die boom genomen op hetzelfde moment. En bij één zit er dan een aura omheen. Hier komt die. De natuur geeft ook heel veel signalen. Maar daar kom ik in een ander filmpje op terug. Want dat is ook best wel heel uitgebreid. En ik heb ook best wel heel veel foto's van wat de natuur voor tekenen geeft. Wat de natuur voor moois creëert om ons een teken te geven. Om ons blij te maken. Ik hoop dat ik jullie bewust heb gemaakt van, kijk anders naar jullie foto's. He, dus als je denkt van, goh, er staan allemaal vlekken op, of vegen op, of andere rare dingen. Alsjeblieft bewaar ze en bestudeer ze nog eens. Want kijk, er bestaan natuurlijk veel meer dingen die op foto's kunnen verschijnen als dat ik hier heb laten zien. En ja, mocht je denken van, goh, ik heb hier een foto en ik weet niet wat ik ermee aan moet. Nou, ik laat jullie zo nog een foto zien van engelen in de lucht. Die heb ik zelf genomen. Ook zo'n mooi natuurverschijnsel. Daar staat ook mijn website op. Dus dan kun je daar even een kijkje nemen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, abonneer je even met deze rode knop. En dan, dan hebben jullie al mijn filmpjes in één oogopslag. En als ik weer een nieuw filmpje heb, nou, dan krijgen jullie daar een melding van als je geabonneerd bent. Nou, ik wens jullie heel veel kijkplezier met de foto's. En tot het volgende filmpje. Doeg!